Hey jongens en meisjes, welkom weer aan aflevering van amateurvisser.nl. Ik zit weer in de auto, kan maar één ding betekenen in de iGo, de iGo Fishing. Ik ga lekker fiederen. Het is zaterdag, het is behoorlijk warm. Het is wel wat bewolkt, maar ik vind het wel warm. En ik ga even kijken of de plek is op de rivier. Als daar geen plek is, ga ik op het kanaal. Maar eerst nog even wat wormen en maaien halen. Wat wormen en waaien. En dan ben ik er klaar voor. Dus ik rij even naar de dierenspeciaalzaak hier. En dan gaan we beginnen. Nou jongens, ik heb even wat maaien gehaald. En wat, kijk. Maaikjes kleine voor door het voer. Ik ga toch niet met maaien op de speedstop vissen. Dus, en 100 wormen. Dan kan je een lekkere brasem vangen met een dikke buik. Brasem met een dikke buik. Maar ja, gaan we even kijken, want kijken op welke plek ik ga vissen. Zo, ik heb al opgetuigd aan een korf of 6 voorgevoerd nu. Denk ik 6. Hengel opgezet. De worm uit de auto gepakt en de maaien. Dan kan je in principe beginnen. Dus knallen er een kleine korf aan van 30 gram. Haal ik deze even binnen. En dan een worm eraan. Ik denk een worm met een korf mais. Dat ik daarmee ga beginnen. Ik lig er ongeveer, wat zal het zijn, 30, 5, ja, 30 meter uit de kant als ik zo moet gokken. Een plek gegooid. Ik heb eerst even gekeken waar het een beetje diep was. En dat was daar. Dat is een meter of 4. Kun je gewoon uitgooien en dan de korf laten zinken. En dan heb je een beetje een idee hoe diep het op zo'n plek is. Dus ik denk dat ik daar tegen zo'n richel aan lig. Ik heb de korf even over de grond getrokken om te voelen of daar een richel zat, zeg maar. Of die dan omhoog kwam. Maar dat vind ik altijd wel een beetje moeilijk om dat precies te voelen. Maar dat maakt niet uit. Even kijken, waar heb ik mijn... Even kijken waar ik mijn naald heb. Oh, daar. Het waait redelijk, windkracht 4 vandaag. Dus dat is best wel... Ja, redelijk windje. Morgen is windkracht 3. Dat is wel fijn, want morgen zit ik op de bellyboot. Dan moet het niet te hard waaien. Althans, liever niet. Dikke worm eraan. Korreltje mais erop. Dat is een van mijn favoriete aasjes, sowieso worm met mais. Niet sinds lang, want ik heb eigenlijk nooit echt vaak met wormen gevist, maar ik weet niet. Op een of andere manier ben ik nu steeds vaker met wormen aan het vissen. Dan koop ik meteen 100 van die wormen bij de dieren speciaalzaak. Kost 13 euro met een bakje maaien erbij. Dus ja, daar doe ik wel 2 of 3 sessies mee hoor. Ponk. Daar gaat hij. 2, 3, 4. Ponk heeft hij. Dan raakt hij die grond. Klein rukje geven. En dan kunnen we, want dit is het. Even een beetje trekken. Ja, is goed. Er is niet te veel rotzooi op de bodem, dat is ook wel fijn. Althans, zo lijkt het. Het dreigt wel behoorlijk wat waterlelies, maar die zitten vast als het goed is. Dus, game on. Jongens en meisjes, ik zit. De hengel ligt uit. Ik heb er worm aan en mais. En 6 korven, grote korven voorgevoerd. Van die guru grote korven, zeg maar. Bij. En het is eigenlijk best wel relaxed hier. Nou, dus hier hoor je wel steeds snel weg. Dat is altijd wat lastiger. Maar ja, op een gegeven moment wen je er wel aan. Ik zit in ieder geval lekker hier een beetje beschut. Het kan zijn dat het dadelijk nog gaat regenen. Het ziet er een beetje donker uit qua wolken. Het waait hard, windkracht 4. En zoals altijd denk ik dat het hier
misschien een uurtje duurt voordat er vis op de stek is. Dan heb je toch om een rivier, hè, moet je ze echt een beetje lokken. Soms niet, maar vaak wel. En ja, we gaan eens kijken. Ik verwacht hier brasen, misschien een winde. En voor de rest hou ik alle opties open. Misschien zelfs een baas op de worm. Zoals de afgelopen keren, dat kan ook nog goed. Maar ik zit lekker en is lekker een bekje koffie pakken. En dan ben ik weer Piet Massief. Dat is een kerkraden zeggen, ik ben Piet Massief. Ja, even wachten met uitgooien, want komt hier, komt daar voorbij. Er komt wat drijfvuil voorbij, behoorlijk wat. Opletten dat ik daar niet in gooi, snel de hengel onder water. Trek ik de korf ook niet zo heel ver naar me toe, want dan heb ik alleen maar kans dat hij nog meer in dat drijfveld blijft hangen. Dus ik dacht net dat het allemaal niet op de bodem lag. Ik denk, kut, dan kan ik hier wel überhaupt een beetje fatsoenlijk vissen, maar dat gaat wel. Zolang ik maar even rekening hou met die groene rakkers die er voorbij komen drijven. Eerste vis is binnen op de chuckmais. Voelt als een brasem of een zeelt, maar ik weet dat de brasem hier best wel sterk is, dus dat zal ik wel. Nou, daar komt hij al. Brasem. De eerste. Wel op de chuckmais. Ik had de worm eraf gehaald. Ik denk, even kijken of de chuckmais wat wil doen. En jawel hoor, gaan weer op de chuckmais. Ik zeg, moet je hebben. Kijk. Wow. Visje in het netje. Wow. Yes. Een mooi exemplaar. Al zeg ik het zelf. Wow, een wilde. Wow. Ook best wel een dikke. Best wel een dikke. Even kijken hoe die de lijn nou weer gedaan heeft. Hey, wat zijn ze? Sterke dommelbrasem. Hopla. Sterke brasem. Mag hij weer terug. Hopla. Nou, ze zijn op de stek. Ze zijn op de stek. Even een doekje nat maken. Ze zijn op de stek. En alweer op de chuckmais, toch altijd die chuckmais. Ik zeg, jongens, ik heb er geen aandelen in. Helaas. Maar gewoon even bij beetjeop.nl chuckmais bestellen als ik jullie was. Want die doet het toch altijd redder in de nood. Moet ik zeggen. Ik heb nu deze eraan, anijs smaak. Check maar eens in de anijs smaak. Doe het eigenlijk meestal gewoon zo schuin doorheen. De haak hangt redelijk dicht op het haakaas op de chuck. Chuk. Ik zet deze ook even naar beneden, dat ik iets sneller de aanbeet voel. Ja, al bijten ze niet voorzichtig nu, tenminste zo lijkt het deze eerste vis, dat ze niet heel voorzichtig bijten. Weer op dezelfde plek gooien natuurlijk.
De kop is eraf. Haha. Mijn eerste brasem is binnen. Gaf nog behoorlijk wat sport. Toch redelijk sterk op de rivier. En hij beet op de chuckmuis. En ik had net de worm eraf gehaald. Ik denk, doe er maar weer eens een chuckmuis aan. En binnen 10 minuten hing er eentje. Dus is toch wel goed spul. Ik was eerst bang dat ik niet echt goed kon vissen hier vanwege allemaal troep in het water. Maar het valt eigenlijk nog heel erg mee. Gewoon zorgen dat je snel de lijn onder water hebt. En als je uitgooit, dat je even wacht tot het drijfvuil voorbij is. Maar dan is het wel te doen. Zoals jullie zien is het even gaan gieten hier. Het is gestopt met zachtjes regenen en nu regent het heel hard. Ja, volgens buizenradar is het niet heel veel. Hoe lang zou het nog duren volgens buizenradar? Ja, nou, een half uurtje of zo. Even statief binnengehaald, de camera even binnengehaald. En even onder de paraplu zitten. Ik ben blij dat ik de paraplu bij me heb. Nou, wat vis betreft is het taai. Eén aanbeet gehad, één brasem. Veel drijfvuil zoals jullie hier zien. Morgen zit ik hier met de bellyboot op, dus dan moet je daar een beetje rekening mee houden. Want het is altijd lastig als je twee hengels hebt op de bellyboot. Al dat drijfvuil. Maar goed, misschien brengt deze bui wat verandering. En beginnen ze na deze regen weer te bijten, dat zou mooi zijn. Niet in de planten, jongen. Niet in de planten. Blijf uit de planten dan. Meteen naar de planten toe, die jongens. Anders krijg je niet eruit. Meteen naar de planten. Brasems. Ook weer op de chuck mais. Ik heb er nog even warm aan gehad, maar dat deed niks meer op. Dus ja. Toch maar de chuck mais weer draaien dan. En jawel, hopla. Ja, een mooie brasem. Oh. Ja, blijf zo maar even liggen. En dan mooi vies. Hopla, nu gaat het weer. Hoppakee, nummer 2. Die liet even op zich wachten, zeg. Oeh. Wel weer op de chuckmuis en ik had er een goe aan gedaan. Wat garlic goe. Dat wil soms ook nog wel wat helpen, denk ik. Dat is ook altijd moeilijk te zeggen, maar ik denk op zo'n rivier moeten ze toch vooral vooral ook ruiken voordat ze het zien. Zo'n geurspoortje volgen. Dat is natuurlijk die goe ideaal voor. Kijk. Wat voer, wat wormen erdoor. Ik mag best wel hard aanknijpen, want ja, het stroomt hier toch, hè, dus hoeft er niet meteen uit. Het gaat vanzelf wel. Een goe erop. Doe maar eens een beetje goe. Hop. Ja, mooi. Beetje lastig altijd onder de paraplu uitgooien. Precies voor zo'n hoop drijfvuil. Ik heb nu allemaal vuil in mijn leden hangen. Ik zie mijn hengel helemaal krom trekken en weer losschieten. Nou, dan even kijken dat ik dat weer eraf krijg. Dat is wel kut. Twee brasems gevangen nu. Allebei op de chuckmuis. Dat is aan zich niet verkeerd. Lang leven chuk chuk. En ja, ik heb wel wat last van een drijfvuil dat door mijn lijn gaat, maar ja. Kijken of we daar nog iets aan kunnen doen. Ja, flink.
flink beutje nog. Oeh. Flink beutje. Ik dacht, het houdt zo wel op, maar echt niet. Ja. Dat ik de paraplu bij me heb, zeg. Ja, pla, de derde is ook binnen. De derde is ook binnen. Althans, nog niet binnen, maar... Ik voel hem wel trekken. Hoppa. Hoppa. Oh. En de schep naar in het water liggen, want anders dan dat stinkt alles hier dadelijk. Kom, 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 kom. Niet zo heen geweest. Hop, in het matchen. In het netje. Zo. Zo, we gaan aan een lap, jongens. Dan weer aan een lap. Ik denk dat ik hier wel eventjes een haaksteker voor moet pakken, want... Nee, je moet goed vastzitten. Maar met dat vingerspitsengevoel gaat die wel weer eraf. Hoppa. Oeh, dat is waar. Mooie vis. Nice fish. Net wel even onder water. Wokkatee. Wow, ik stoot even tegen de paraplu aan. Ten hoop water op mijn cupje. Klak. Hij was weer aan de brassen met een dikke buik. En ik denk eerlijk gezegd dat die goo die ik aan het gebruiken ben wel helpt. Dat idee heb ik echt. Want sinds die goeie eraan ben doen, heb ik gewoon echt weer meer aanbeten. En dat is natuurlijk de bedoeling, dus is toch iets goed aan die goe, denk ik dan. Even kijken dat ik hier niet in de knoop zit. Nee. Zoals ik al zei, dan denk ik toch dat die goe wel goed is. Ik heb ook warme doodvoer gedaan. Dat is natuurlijk ook altijd wel goed voor brassen. Maar ik ga nu natuurlijk weer goe eraan doen. Niet, niet. Zo. Nou, ik kan daar lekker die paraplu wegzetten. Dat is wel fijn. Ik kan het makkelijker uitgooien. Zonder paraplu. Zoals de trouwe kijker ondertussen wel weet, ben ik met een verhuizing bezig. En ons hele huis staat echt helemaal op de kop, jongen. Niet normaal. Ik kan niet meer van de slaapkamer naar de badkamer lopen zonder 20 keer ergens overheen moeten stappen. En dan moest ik... Vandaag gaan we dan vierderen. En er zijn alle spullen klaarstaan. Morgen ga ik bellyboten. Die spullen heb ik ook allemaal klaarstaan. Mevrouw bracht al bellybootspullen naar het stort. Dat was niet de bedoeling. Dus
die heb ik net op tijd kunnen tegenhouden. Dan zat hij mijn paddels weggegooid en zo. Dus ja, kan ik niet zo goed tegen. Dan heb ik toch liever dat ik even wat aan de waterkant zit en dan even rustig, rustig alles op orde heb. En dan daag ik maar weer in de chaos. Zoals het jullie wellicht is opgevallen, vis ik nog maar met één hengel. En dat heeft een reden, want op de eerste plaats kan ik me met één hengel beter concentreren. Dan weet ik precies waar ik gegooid heb en dan kan ik er altijd weer gooien. En ja, ik weet niet, ik heb het gevoel dat ik gerichter kan vissen. Met twee hengels, twee aanbeten is natuurlijk ook altijd een beetje lastig, maar dat vind ik nog niet zo erg. Maar ik kan wat gerichter vissen, ja, dat idee heb ik. En het komt ook, het geldt voor jullie misschien niet, maar voor mij geldt dat wel, omdat ik met die camera spullen zit. Dan moet ik die, ja, ik moet de camera in de gaten houden, statief in de gaten houden, twee hengels in de gaten houden, filmen, drillen, vangen, beazen. Dat is best wel, ja, is toch wel wat werk. Maar ik vind het wel relaxed om met één hengel te vissen. Ik heb er wel altijd twee bij. Ik ben natuurlijk altijd bang dat, dat er eentje stuk gaat weer en dat ik weer naar huis moet. Dat is niet leuk. Maar ja. Ik zal nog even wat commentaar voorlezen op YouTube. Kijken wat de mensen allemaal schrijven. Knettersnoepje NL vraagt: mag je met een hele goedkope hengel, dus alleen een stok zonder molen en een normaal haakje met een broodkorreltje eraan, gratis vissen, of moet je dan een vispas hebben? Je moet altijd een vispas hebben. Tenzij je een vispas hebt en je geeft iemand een meevisvergunning. Dan mogen drie mensen per jaar mogen een keer mee zonder vispas, maar je moet altijd je vispas bij je hebben. En bovenop de vispas, als het nog een water is van de hengelsportvereniging, dan heb je daar ook nog een vergunning voor nodig. Dus dan weet je dat. Schoorstraat zegt: leuk filmpje. Ik wil dat je vaker de vis op de foto zet in plaats van dat je niet op de foto zet. Groetjes Bram. Ja, kan wel. Ik zet ze vaak wel op de foto, maar ik monteer niet altijd alle foto's erin. Misschien maar een keer doen. Dirk van der Poel zegt: baars is sowieso moeilijk te peilen. De ene dag zwemmen ze alleen mee en de andere dag knallen ze er onmiddellijk op. Ja, dat klopt. Soms knallen ze zelfs aan de wortel die aan de lijn zit. Ja, grappig. Marcel zegt: het is helaas nog steeds taai op het Veluwemeer. Dat is dan toch al lang. Het is dan toch al heel lang dat het taai is. Tim Predator Fishing. Geweldig filmpje weer. Mooie vangsten. Ik ben ook al overgestapt naar rode vislijn. Het schijnt minder zichtbaar te zijn onder water. Ja, dat klopt. Ik heb ook ik heb 1500 meter PowerPro 1500ste besteld. Rood. Dus die kreeg ik denk maandag binnen of zo, dinsdag. En dan gaat bij mij ook overal rode lijn erop. Bart zegt: leuke video weer, mannen. Ja, thanks man. Nou, zoveel commentaar kreeg ik niet meer normaal. Maar blijf reageren, hè. Als jullie opmerkingen hebben of vragen, hieronder gewoon je vraag stellen. En dan wie weet komt hij nog aan bod op een uitzending van amateurvisser.nl. Toch nog eens proberen met een bajonetrig. 15 inch bajonetrig. En ik had die vorige keer ook bij me, maar die pallets bleven daar niet op zitten. De mais bleef er eigenlijk ook niet op zitten, dat was best wel ruk. Nou, ik heb nu ook wat boilies bij. Dus kijken of die op de bajonetrig blijven zitten. Als die een beetje blijven zitten, dan knaakt er een boilie. Ja, ik denk het wel. Even kijken. Ja, die bleven wel redelijk zitten. Dus ga daar zijn boilie aan doen, jongens. Eens kijken wat ze daarop doen. Oeh, een hoop groen in het water. Ik zal weer een hele waslijn hebben hangen hier.
Zo. Dus al het groen eraf halen. En die onderlijn eraf. Deze onderlijn aan, dat is een haakmaat 16. Dat is mijn 1700ste lijn, even kijken. 1900ste, ja. Valt me nog mee. 1900ste lijn. En de powergum. Van Marcel Powergumsma, zoals jullie ondertussen wel weten. Doe ik hier wat voeren. Twee boiliekjes erbij. Kunnen ze een beetje. Sorry. Kunnen ze een beetje wennen. They're ready to go. In eerste instantie doe ik er geen garlic smaak of niks aan. De dingen ruiken naar banaan, zoet. Altijd goed voor brasem. Er komt nu wel een hoop vuil voorbij drijven, dus even wachten. Hele felle aanbeet. Wel een brasem, denk ik. Denk ik. Ik ben hem nu volgens mij door de plant aan het trekken. Ik heb er denk ik een brasem aan. En een hoop groen. Denk ik. Ja. En een hoop groen. Het groen valt het mee. Hopla. Moest je hem wel even door de planten trekken, zie je. Sliert hangen er nog aan. Mooi visje. Wat weer. Hoppakee. Hoppakee. Wilde. Wat een wilde. Dat is wel een brasem. Dat is geen brasem, volgens mij. Oeh, dat is me net. Dat is me net. Dat is geen brasem. Dat is een winde. Oh, kom, 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 kom. In het netje. Dat is een winde en een mooie winde. Oh. Oh, oh, oh. Ik was net de spullen aan het pakken. Ik dacht, ik ga naar huis. Holy shit. Holy motherfucking shit. Laat me losmaken. Hup. Het is de grootste met PR-winde. Van de haak eruit het bekje halen. Ho. Oeh, even een fotootje van maken. Even een fotootje van maken. Oh, oh. Oh. Jongens, wat een knoepert. Niet normaal. Niet normaal. Wow. Oh. Ik was al een beetje aan het opruimen. Ik dacht, er gaat niks meer gebeuren. Dit is mijn PR-winde. Sorry. Ik wist niet dat die zo groot werden, moest kijken. Die bekjongen, hallo, hallo, mensen, thuis. Jezus, wat een knoepert. Daar ben ik wel blij mee. Dan mag hij wel snel terug. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Op de chuck, mooi weer. Oh. Oh. Daar gaat hij. Yes! Motherfuckers. Hahaha. On the chuck maze. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Boeiakasha. Mooie winde, jongen. Oh, dat is de derde winde ooit die ik gevangen heb. Ik heb nooit
nooit zo vaak winden gevangen. Eén keer bij ons op het kanaal, één keer hier eentje. Maar die waren een stuk kleiner dan deze. Die was toch een flinke knoepert. En ik dacht van, dit is een brasem, want ze voelde tamelijk zwaar. Ik denk, ik heb de takken bij hangen en zo. Maar op een gegeven moment kwam die boven water uit, flotsch. Ik denk, dat is toch geen brasem? Ik denk, ja, die moet wel in de planten helemaal vastzitten of zo. Dus ik ben binnenhalen. Een vette winden, jongen. Echt een mega vette winden. Zie ik me hier een beetje op te winden. Als je aanhoudt, dan winden. Ah, dit heeft me geen winden eieren gelegd. Anyway, ik ben er wel heel blij mee. Ik was eigenlijk al een beetje in de opruiming. Ik denk van, oh, gaat niet zoveel meer gebeuren vandaag. Ik geloof het wel. Ha. En ik denk, ik had de camera alleen gepakt, alleen mijn action camera om. Ja, dan ging die top op en neer. Ik denk, een brasem. Ik denk, maar even filmen, weet je wel. Hashallah, gammelé. Jongens en meisjes, ik ga er een einde aan breien. Ik ben al langzaam het spullen in de auto aan het gooien. Die winde was een mooie uitsmijter, al zeg ik het zelf. Ik hoop er natuurlijk nog eentje te vangen, maar you never know. Maar ik ben langzaam alle spullen even in pakken en vanavond nog alles klaarzetten. Het is 8 uur nu, ik moet even alles klaarzetten voor het bellyboot morgen. Dat ik daar alles voor klaar heb staan en de boterhammetjes gesmeerd. Morgen om 8 uur staat Björn alweer aan de deur. Kijken of we nog een dikke pike kunnen pakken. Hoe het ook zij, ik heb lekker gefieterd weer. Bedankt dat jullie weer meevesten, altijd hartstikke gezellig. Vond je een leuke video? Klik op abonneer beneden op die knop en op het belletje daarnaast. Dan krijg je altijd een melding als ik een nieuwe video upload. Mis je niks. Ook roofvisvideo's maak ik. Dus als jullie daarin geïnteresseerd zijn, abonneer je ook even op het kanaal. En voor de rest zou ik zeggen, jongens, vis nog? Nee, dat zeg ik niet, hè. Ik zou zeggen, jongens, keep on fishing.